Ik ben allemaal dikker geweest. Dat hebben jullie ook wel in de vlog kunnen bemerken. Als jullie helemaal terug gaan kijken. Naar beneden toe. Even op video zetten. Gebakken. En nu ben ik met bami groenten bezig. Ja, dat haalde ik uit de vriezer. Ik denk, wat zal ik er doorheen gooien? Ik denk, weet het niet. Nou, en toen vond ik dat. Ik denk, nou, dat kan er ook doorheen. Goede, liefdevolle middag gewenst. Het is vandaag zaterdag 19 juni en we leven om 13 uur 16, oftewel 16 minuten over 1. Nee, die is achter voor de zoveelste keer. Nou ja, pech. En ik ben weer 2 minuten voor. Dan is die wel nog verder achter, ja. Ja, inderdaad. Het is zo'n beetje 14 over, dus is die nog wel een beetje achter. Maar maakt niet uit. Kan de pret niet drukken? Ik wens jullie als eerste natuurlijk ook een welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Wat de dag vandaag gaat brengen, ik weet het niet. Ik werd weer wakker met een pijn hier achter in mijn schedel. Hoe graag kom Joost mag het weten. Dat steekt iedere keer wanneer ik een bepaalde beweging met mijn hoofd doe. Ik weet het niet. Nee, maar gaat er gewoon weer over dat ik een oud kereltje ben en anders maar niet. Elwin was op de bank, Rijk is op de deur. Ja, meneertje kan dan poetsen toe. Die zit achter me te smakken, te likken, bekken en daar word je gek van. Ik heb Karin geappt, die is nog hartstikke moe. Nou ja, oké, dat kan gebeuren. Die is wezen stappen geloof ik, weet ik wel. Ja, ze heeft hier nog een vuurbegaafd moeder en daar slaapt ze ook, dus ja. Moet allemaal kunnen, ze doet het zo aan, maar ja. Hartstikke leuk gewoon. Maar in ieder geval, en ze moet ook haar wat helpen hier en daar, dus ja. Mij helpt ze en ze moet haar helpen, dus ja. En waarom dan niet eventjes een avondje te stappen, moet allemaal kunnen, ja. En nou is ze nog moe, ja dat kan allemaal, ja. Dus die ligt nog lekker op horizontaal en ik ga dus met de hondjes lopen. Ik ben wel weer in het lang. Een mooie bling blinger, die is al oud. Nou ja, diezelfde kleur zit erin. Dat is dat kleurtje. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Nou, dat is hetzelfde dan mijn t-shirt. Dus ik denk, nou, doe mijn t-shirt eroverheen. Ik had er toen destijds een bruin, donkerbruin topje erbij gekocht. Zo'n hemdje. Met van die spaghettibandjes. En daar weer een overzichtende, doorzichtige blouse eroverheen. Met weer bruin, dat was ook bruin, maar doorzichtig. En dan zaten er ook bruine bloemen zitten erop. Ik heb hem nog, maar ik moet hem nog steeds maken. En het is ook weer een speciale blouse. Dat moet weer op een speciale manier gemaakt worden. Maar dat komt allemaal wel goed. Als ik hem weer pas. Jullie weten, ik ben allemaal dikker geweest. Dat hebben jullie ook wel in de vlog kunnen bemerken. Als jullie helemaal terug gaan kijken. Naar beneden toe. Even op video zetten. Op YouTube zit hem op video op mijn kanaal. Dan scroll je helemaal naar beneden. Nou, dan zie je dat ik ook een dikke hoofd had, weet je. Nou ja, oké. Ik ben afgevallen dankzij het lopen. Dus ja, wil je afvallen? Nou, loop dan gezellig. En je kan ook als ondersteuning op je mobiel een loopapp neerzetten. Als je mobiel er al niet één hebt. Want je mobiel, er zijn mobiels die hebben er één. Nou, schakel dat ding in en dan heb je een ondersteuning van om door te zetten. Lopen, lopen, lopen. Het is zo gezond. Ja. Hè, dus wat kan je overkomen met lopen? Ja, als je niet uitkijkt, kun je een ongeluk krijgen. Maar dan moet je maar wel uitkijken. En anders, ja, dan ga je de natuur in. Of onder een dijk doorlopen waar zee is of weet ik veel wat. Maar lopen, lopen is zo gezond. Ja, ik ga zo ook weer lopen, maar ik doe het normale blokje, want ik moet nog eten, ik wil een bakje koffie, nou en ik wil voor vanavond eens even eten maken, weet je, ik moet nog weer vlogs in elkaar zetten, ik wil mijn spel doen, ja ik heb het druk.
eventjes gewoon op een normale manier druk. Dus wat er allemaal te gebeuren staat, ik weet het niet. Ik weet ook niet of Karin vandaag komt, ik weet het niet. Maar ja, dat zullen we beleven. En ik zou vandaag ook boodschappen gedaan hebben, maar dat kan ik ook uitstellen tot maandag. En dinsdag moet ik naar de kapper. Dan moet ik ook dinsdag nog gebak halen. Dat doe ik maandag niet. Nou, dan bij Linda vandaan. Huppata, eventjes naar de DK-markt. Nou, dat is ook in Nieuwenhelder. Dus ga ik even naar de DK-markt. Laat ik dan mijn hoofd er even zien. En dan weer naar huis toe. En dan verder, Maandag worden de slingers al voor me opgehangen. Dat doet mijn huishoudelijke zorg. Dus dat moet ik ook morgen even opzoeken. Ja, en ik heb niet zo'n hard gezicht meer, hè. Want ik heb nou bruine wenkbrauwen. Is niet meer zwart. En ik heb nou ook daar voor de verandering een bruin streepje lopen in plaats van zwart. Ik denk, ik doe het eens even zo. Ja. Dus weer is het anders. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet. Ook wil ik in deze dagen nog even op de scootmobiel eventjes zelf weg. En dan ga ik ook langs de gracht, dat vloggen dan ook weer, hoe ver ze zijn. En ook ons vriendinnetje, het waterhoentje, het wetterhoentje zeggen wij altijd. Eventjes weer vloggen, kijken hoe ver ze is. En dan, ik hoop dat ze binnenkort kuikentjes krijgen, dan kan ik dat ook op de vlog zetten. En of ik dan de honden bij me heb, ja, dat weet ik niet. Maar het is moeilijk vloggen met je honden bij je, hoor. Ja, echt. Dus ja, dat moet ik even alleen nog doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei. Nou, lieve vrienden, ik ben aan het kokerellen. Ik heb die hele kip uit elkaar geplukt en gedaan. En die heb ik opgebakken. En nu ben ik met bamigroenten bezig. Ja, dat haalde ik uit de vriezer. Ik denk, wat zal ik er doorheen gooien? Ik denk, weet het niet. Nou, en toen vond ik dat. Ik denk, nou, dat kan er ook doorheen. Ik moet enkel de peper nog doen, maar die is stijf bevroren. Ja, dus niet belangrijk. Dat ga ik verder uit elkaar maken, want het is één ijsklomp. Maar in ieder geval, het wordt bami. Lekker, lekker, lekker.